Ik ben Marlijn Twaalfhoven. Ik speel altviool. Ik heb mijn hele leven al geoefend op altviool, maar nu ben ik vooral aan het componeren. Omdat ik het saai vond om telkens muziek te spelen van mensen die al eeuwen dood waren. Het leek me interessant om zelf ook muziek te ontwikkelen. Dus ik ben voornamelijk aan het componeren, maar ook heel veel mensen aan het bellen om een concert aan te organiseren om te zorgen dat het op mijn manier gaat. Ik kende wel Lebek Lux zijn naam. Ik weet dat hij op grote plekken heeft gestaan, op Lowlands enzovoort. De muziek ken ik niet, maar het verrast me wel omdat hij heel creatief draait en echt lekker actief is en niet alleen een plaatje opzet. Dat vind ik heel gaaf. Vanavond wordt een sprong in het diepe. Ik heb bewust niet alles willen vastleggen en alles willen afspreken. Lebek Lux krijgt gewoon alle vrijheid om te draaien op de manier waar hij dat lekker vindt. En ik ga erop inspelen, hij gaat op mij reageren. We hebben wel afgesproken vaak naar elkaar te kijken, elkaar aan te voelen en boos of droevig of blij te kijken om elkaar dus een beetje aan te kunnen voelen. En voor de rest hoop ik gewoon in het diepe te springen en kijken waar we terechtkomen. Voor een componist is het denk ik heel goed om viool te spelen. De meeste componisten spelen piano, dat is super handig. Dan zie je namelijk alle stemmen liggen zeg maar voor je neus als de toetsen. Viool is ingewikkelder, maar je kunt in één toon enorm verschil in klankkleur maken. Het is wel heel bijzonder. Het is wel een soort van magie die dan... En dan krijg je gewoon een soort van schop onder je kont van het publiek en dan ga je ineens heel goed viool spelen. Het is toch bizar als zo'n strijker zijn haren breekt. Ja, dan moet hij echt een keer gaan, weet je wel. Als je ook ziet hoe hij het publiek bespeelt en sowieso de chemistry tussen ons twee is gewoon heel erg goed.